Ik was 16 toen ik aan het scharrelen was met een wat oudere jongen van 18. En we zaten op MSN al wel vaak een beetje, hoe noem je dat? Seksueel getinte berichten naar elkaar te sturen, een beetje speels. Uiteindelijk ben ik dus, heb ik mijn shirt uitgedaan, kleren uitgedaan. Eigenlijk ben ik half naakt voor de webcam gaan zitten, vanaf mijn middel tot aan mijn kruin. En toen hield ik mijn borsten vast, een beetje op te liften natuurlijk, om wat sexy te laten lijken. Check my epic ass, man. Ik kreeg daar gewoon een reactie op wat ik al hoopte. En, dat hij het heel mooi vond, dat hij het sexy vond. En daar haal je dan op dat moment superveel voldoening uit. Vrij snel daarna ging dat eigenlijk weer over, want zo gaat het natuurlijk ook weer in die tijd. Het komt en het gaat en zo hoort het eigenlijk ook. En toen, 3 jaar later, toen ik al op het hbo zat, toen kreeg ik ineens een WhatsApp berichtje. En toen was het, weet je die foto nog die je mij hebt gestuurd toen? Ja, die is uitgelekt. Mijn vrienden hebben hem ontvangen. En als het kwartje valt, denk je, oh shit. En ik weet nog dat ik ook echt dacht van shit, ook al is het dus niet eens echt een naaktfoto. Je staat seksueel getint erop, je doet iets seksueel ontluikends en daarmee ben je een hoer. Je staat wel in het rijtje van de goedkope meisjes van de stad en makkelijke meisjes en dat deed mij heel erg zeer. Maar ook dat je gewoon 's nachts wordt opgebeld door onbekende nummers en mensen die wat bij je proberen te halen. Of dat ik op straat loop en er gaat ineens een autoraampje naar beneden en er zijn mensen die hun borsten vasthouden. En ik had die mensen gewoon nog nooit gezien. En dat is wel wat het bij je teweeg brengt, dat je op straat loopt en mensen tegenkomt die je dan net even langer aankijken. Dat je twijfelt van heb jij nou iets van mij gezien wat totaal niet voor jou bedoeld was. En ik ken jou niet, dus dat is gewoon een heel raar moment steeds. En dat is eigenlijk het meeste iets wat je onzeker maakt. Het gaat niet eens meer om die foto of wat daarop staat of weet je, het naaktstukje, maar wat andere mensen van jou denken en het label dat je daarmee krijgt. En dat heeft eigenlijk de meeste impact, ja. Toentertijd had ik ook nog echt wel eens bij mezelf onzekerheid, een schuldgevoel van ja, maar ik heb die foto gemaakt en ik ben inderdaad zo voor de webcam gaan zitten, het ligt aan mij. En door daar heel veel over te gaan praten en het dus te normaliseren en na te denken over seksualiteit in het algemeen en de rol tussen mannen en vrouwen, zie je ineens dat niet bij mij ligt. En dat je niet een raar of een goedkoop meisje bent omdat je met seksualiteit bezig bent en omdat je jezelf laat zien. Ik ben tegenwoordig de hoer van de school. Nou, als ik er nu ook op terugkijk, denk ik, Jezus, waar hebben we het over? Ik had mijn borsten vast, weet je. Ga naar het strand. Of kijk, er zijn zoveel dingen in de wereld waar we ons druk over kunnen maken. Het zijn een stel borsten. En wij leggen daar een label op van je bent een hoer. Ja, inmiddels kan ik om lachen.